Wat is dit? Ja, dit is, daar mag je straks in kijken. We gaan eerst ik ga jou eerst een vraag stellen. Want wie zijn jouw twee beste vrienden uit de AZ-selectie? Kelvin en Myron. Dan mag je nu gaan kijken in de tas. En dan mag je het even voor de camera laten zien. We gaan namelijk een spel spelen, Owen. Oh, oh, oh. Wie ken je langer? Kel. Kun je vertellen wanneer? Ik denk een jaar of 12 geleden. Toen speelden we samen bij Haarlem. En sinds toen ken ik hem eigenlijk al. Wie heeft de betere kledingstijl van de twee? Allebei wel goed, moet ik er wel bij zeggen. Maar Kelvin. Ze hebben trouwens ook altijd vaak commentaar op mijn kledingstijl. Dat ik vaak met trainingspakken en dat soort dingen loop. En, ze hebben gewoon altijd commentaar. Al doe ik het goed, hebben ze alsnog een commentaar. Zoals nu ook, de joggingsbroek. Ja, lekker toch. Lekker. Van wie neem jij eerder advies aan? Allebei evenveel. Ja? Ja. Dat is wel heel politiek correct. Ja, maar het is ook echt wel zo. Want als het over iets serieus gaat, dan neem ik ze allebei ook gewoon heel serieus met die dingen. Dus het is niet dat ik de een serieuzer neem dan de ander met iets of zo. Dus allebei. Wie is het meest nieuwsgierig? Ja? Ja, ik denk het wel. Wil hij altijd alles weten? Ja, best wel. Best wel, ja. Myron ook wel, maar minder. Myron denkt af en toe ook van, laat maar. En Kel wil altijd wel eigenlijk alles weten. Wie zit het meest op zijn telefoon? 100%. 100%? Ja. En wat doet hij dan? Ja, dat vraag ik me af en toe ook wel eens af. Die kijkt voor mij ook wel gewoon Engels voetbal af en toe, hele wedstrijden. Wat niks aan is, sommige wedstrijden, maar... Hij zit wel het meest op zijn telefoon van ons allemaal, denk ik. Wie vertrouw jij het minst met jouw spullen? Wie ik het minst vertrouw met mijn spullen? Ja. Ja? Ja. Die raakt het gewoon kwijt. Dus dat is het gewoon. Hij maakt het niet stuk? Nee. Nou, kan ook nog trouwens. Maar die raakt het wel eerder kwijt dan Kel. Met wie zou jij het eerst samenwonen? Met wie zou jij het best kunnen samenwonen? 100%. Ja? Ja. Want we liggen ook altijd samen op de kamer. En dat gaat eigenlijk ook altijd gewoon goed. En met hem wordt het wel een troep, denk ik. Dus ik, met Kel kan ik het beste samenwonen, denk ik. Wie zou jij eerder een penalty laten nemen? Myron of Kelvin? Myron. Ja? Ik heb Kel wel eens een penalty zien nemen. Word je niet vrolijk van. Geen succes? Nee. En Myron kan wel goede penalties nemen. Hij wil het ook wel vaak nemen in de wedstrijd, maar we hebben een hele goede al. Dus hij moet even in de rij staan, even wachten. Wie heeft de betere techniek? Kelvin of Myron? Ja, Kelvin. Ja, dat is duidelijk. Nee, niet duidelijk. Ze hebben allebei ander soort techniek, maar ik denk dat Kel misschien net wat meer heeft. Of net wat anders, wat opvallender is dan Myron.